Ja, dames en heren, een hele goede middag allemaal. Hierbij weer een nieuw filmpje waarin ik het wiskunde centraal examen VMBO theoretische leerweg gemengde leerweg van 2017 tijdvak 2 ga uitleggen. Dit examen bestond uit 25 vragen en kon je in het totaal 79 punten halen. Nou, ik ga weer verschillende onderwerpen bespreken. En nou ja, het is wellicht handig om af en toe het filmpje op pauze te zetten om zelf eerst de opgave te maken en dan te kijken ja, welke uitwerkingen erbij horen. En we gaan ook steeds kijken van welke uitwerkingen waar je zeg maar steeds je punten voor krijgt. Oké, laten we gaan kijken naar het eerste onderwerp. En het eerste onderwerp gaat over parkeervergunningen en dat is vraag 1 tot en met 4. In veel grote steden in Nederland moeten bewoners betalen om de auto te mogen parkeren in een wijk. Ze kunnen daarvoor een parkeervergunning kopen. In de tabel staan de kosten van een parkeervergunning per huisadres in Den Haag. Nou, dan staat een parkeervergunning per huisadres. Voor de eerste auto betaal je per jaar €36, maar voor de tweede en de volgende auto's betaal je €420. Mark en Anita hebben op hun huisadres een parkeervergunning voor 2 auto's. Bereken hoeveel euro's ze hiervoor in totaal per week moeten betalen en schrijf je berekening op en rond je antwoord af op hele centen. Oké, vraag nummer 1. Nou, ze hebben 2 auto's. Voor de eerste auto betalen ze €36 en voor de tweede auto betalen ze €420, maar let op, per jaar. Dus kosten per jaar zo, is dus €36 plus €420. En dan kom ik uit op €456. Nou, een jaar heeft 52 weken. En de vraag is, hoeveel betaal je dan per week? Als ik dan de kosten per week ga uitrekenen. Per week. Dan ga ik dat bedrag, ik moet er 4 voor, 456, ga ik delen dus door die 52 weken. En dan komt daar mijn uitkomst uit. Hopelijk, dat 52, komt er 8,76923. Ga zo door, dit staat een berekenmachientje. Nou, we moeten afronden op hele centen, hè. Altijd op 2 decimalen als we het hebben over euro's. Dus €8,77. Zo. Ja. Nou, ik lees altijd de vraag nog een keer. Bereken hoeveel euro's je hiervoor in totaal per week moet betalen. Nou, dat hebben we gedaan. En schrijf de berekening rond je antwoord af voor hele set. Gaan we kijken of dit antwoord goed is. Per jaar €456. Als je dat deelt door 52, dan hebben we per week, en dat is €8,77. Er staat ook nog een opmerking. Als is gerekend met 53 weken, hiervoor geen scorespunt in mindering brengen. Ja? Dus €8,77. En als je dat gedeeld door 53, zal ik even snel uitrekenen, dan kwam er uit €8,60. Oké, laten we gaan kijken naar vraag nummer 2. Dus vraag nummer 2. Opvallend in de tabel is een groot verschil tussen de kosten per jaar van de eerste auto en die van de tweede auto. Bereken hoeveel procent de kosten van de tweede auto meer zijn dan die van de eerste auto en schrijf een berekening op. Nou, als ik zo'n vraag zie, eerst wat ik ga doen is het verschil uitrekenen tussen die twee bedragen. Dus 420 min €36. 24 min €36, dan kom ik uit op €384. En ik ga altijd een verhoudingstabelletje maken. En een verhoudingstabel gaat hier over euro's en procenten. Of je zet procenten boven wat je zelf het fijnst vindt. Zo. En dan wil ik altijd weten, wat is nou die 100%? Nou, en als je kijkt naar de zin, hè, bereken hoeveel procent de kosten van de tweede auto meer zijn dan die van de eerste auto, dan wil je dus eigenlijk het vergelijken met die van de eerste auto. Dus de eerste auto, dat is €36. Nou, en ik wil weten,
hoeveel procent nou die 384 euro is. Dus ik zet hier 384. Nou, dan is mijn tussenstop is 1. Dus ik ga hier delen door 36. En dan vermenigvuldigen met 384. Hier dus ook delen door 36. Nou, daar komt een tussenantwoord uit. Laat ik lekker in mijn rekenmachine staan. En dan vermenigvuldigen met 384. En dat is mijn eindantwoord. Dus wat ik in mijn rekenmachine typ is 100. Gedeeld door 36. En vermenigvuldigen met 384. Nou, typ ik in mijn rekenmachine. 100 gedeeld door 36. En dan keer 384. En dan kom ik uit op 1000. Zeg ik dat goed? Ja, 1066 procent. Oeh, 1066,7% zelfs. Ze vragen niet op hoeveel deze maal moet afvallen. Zo. Ja, dus dat is behoorlijk. En dan gaan we kijken of dit ook het juiste antwoord is. Het verschil van 420 min 36 gaan ze hier ook uitrekenen. Ik zal dit streepje al even weghalen. Zo. En dan gaan ze het hier in een breuk zeggen, 384 deel van 36 keer 100. En dan kom je uit op 1067%. Of er staat er nauwkeurig. Nou, en ik heb het afgerond op 1 decimaal. Yes. Schrik nooit. Want dat was ik net ook al heel even aan het doen. Even schrikken van, oh, het komt wel een heel groot antwoord uit. Maar ja, als je zegt dat 36 al 100% is, dan ga je eigenlijk kijken hoe vaak past die 36 al in die 384. Nou ja, dat is al meer dan 10 keer. En 10 keer 100 is al 1000. Dus het is mogelijk. En ja, daardoor zit ook dat enorme grote verschil. Oké, laten we gaan kijken naar vraag 3. Met een stukje tekst erbij. In de straat van Marca Anita mag je ook parkeren zonder parkeervergunning. Je moet dan betalen bij de parkeerautomaat. De parkeerkosten staan in de onderstaande tabel. Op de niet genoemde tijden is het parkeer gratis. Nou, voor maandag tot en met vrijdag van 8 uur tot 6 uur betaal je 1,10 euro. En op een zaterdag van 9 tot 4 uur betaal je ook 1,10 euro. Dus het is allemaal de vaste kosten, maar de tijden zijn door de week anders dan in het weekend. Nou, en op zondag is het natuurlijk lekker gratis. Gaan we kijken naar de vraag nummer 3. Vraag 3 is berekenen hoeveel euro de kosten zijn als een auto een hele week geparkeerd staat bij deze parkeerautomaat. Schrijf je berekening op. Dus van maandag tot en met zondag. Nou, als je gaat kijken van maandag tot en met vrijdag, dan heb je per dag, dus van maandag tot en met vrijdag, is het per dag 10 uur. Ja, dus 10 uur dat je moet gaan betalen. Nou, maandag tot en met vrijdag zijn 5 dagen. Dus 5 keer 10, 50 uur moet je dan betalen. En wat betaal je dan? 1,10 euro. Nou, typ ik even in mijn rekenmachine. 5 keer 10 keer 1,10 euro. Dan betaal je dus 55 euro door de week. Nou, alleen op een zaterdag hoef je te betalen. Dus dat wil zeggen, 1 keer... hoeveel uur moet je betalen? 7, hè? Van 9 tot 16 uur is 7 uur, dus 1 keer 7. En dan betaal je ook 1,10 euro. En dat is 7,70 euro. Zo. Dus in totaal tel ik die twee bedragen bij elkaar op. 55 plus 7,50 is 62,50 euro. Ik maak een foutje. Zo, dus 7,70. En dit moet ook, laat ik het even netjes uitgummen. Want het is 7,70 euro in plaats van 7,50 euro. Zo, anders ging daar sowieso alweer een minpuntje vanaf als rekenfoutje. Gaan we kijken of dit het juiste antwoord is. Het eindantwoord zie ik al, dat is goed.
totaal aantal uren, wat hebben ze hier gedaan, is eerst gewoon gekeken hoeveel uren je betaald moet parkeren. Dat is 57 uren. En omdat zowel op door de week als op een zaterdag het 1,10 euro is, vermenigvuldig je de 57 keer 1,10. En dan betaal je 62,70 euro. Nou, en daar hebben wij ook. Oké, laten we doorgaan naar de laatste vraag. En daarbij heb ik heel even de tabelletjes ook meegenomen voor parkeervergunningen en wat je moet betalen bij de parkeerautomaat. Want er wordt gezegd, Anita is overdag vaak thuis. Zij heeft uitgerekend dat zij voor haar auto in elk geval een parkeervergunning nodig heeft. Dus die heeft voor de eerste auto al die 36 euro betaald. Nu wordt er gezegd, Mark gebruikt zijn auto voor zijn werk. Dus er is nog een tweede auto van Mark. Hij gaat in een jaar gedurende 46 weken, elke maandag tot en met vrijdag, met zijn auto naar zijn werk. Hij vertrekt elke dag om 7:30. En hij komt pas om 7:00 s'avonds weer thuis. Dus door de week heeft hij daar niks mee te maken met de betaalautomaat. Op zaterdag kan hij zijn auto bij de parkeerautomaat zetten. De overige weken van het jaar gaan Mark en Anita met de auto van Mark op vakantie. Dus hij werkt 46 weken, nou een jaar heeft 52 weken, dus ze gaan 6 weekjes gaan ze op vakantie. Dus dan hoeft die auto thuis ook niet te parkeren. Is het kopen van de parkeervergunning voor de tweede auto wel voordeliger dan betalen voor de parkeerautomaat? Dan schrijf je berekening op. Oké, nou, vraag 4. Gaan we gewoon eens even kijken hoeveel zou hij moeten betalen bij de parkeerautomaat. Nou, ik zei het al, door de week hoeft hij dus niks te betalen, want hij vertrekt om 7:30 en hij komt pas na 6:00 weer thuis. Dus die maandag tot en met vrijdag, daar hoeft hij niks voor te betalen. Alleen op die zaterdag wordt er gezegd, op de zaterdag, ja, dan zet hij de auto bij de parkeerautomaat neer. Nou, een zaterdag had 7:00, hè, 7:00 dat je moest betalen. Hij zet hem 46 weken weg, want de rest van de week is hij op vakantie. En dat vermenigvuldigen met 1,10 euro. Nou, gaan we kijken wat eruit komt. 7 keer 46 keer 1,10 euro. En dan komt eruit 354,20 euro. Nou, voor een parkeervergunning, zagen we dat straks al, moet hij 420 euro betalen. Is het kopen van een parkeervergunning voor de tweede auto wel voordeliger? Dus het kopen van een tweede parkeervergunning is niet heel duidelijk goedkoper. Of voordeliger. Ja, wat voor de parkeervergunning betaal je 420 euro, maar gaat hij het gewoon los bij de automaat neerzetten, hoeft hij maar 354,20 euro te betalen. Ja? Nou, gaan we kijken of dit ook het juiste antwoord is. Gedurende 46 weken alleen op zaterdag bij de parkeerautomaat. De kosten per jaar is 46 keer 7 keer 1,10 euro, is 354,20 euro, nou, dat hadden wij ook. En dan natuurlijk je conclusie niet te vergeten, het is niet voordeliger. Ja, onthoud dat goed, dat je je conclusie niet vergeet. Nou, dat was het eerste onderwerp van dit Centraal Examen 2017 tijdvak 2 over de parkeervergunningen. Nou, mocht je vragen, opmerkingen hebben, problemen hebben, laat het me heel even weten. En dan kan ik jullie natuurlijk altijd even helpen. En dan bekijk het volgende onderwerp straks weer. Alright? Succes!